Goedemiddag, lieve mensen. Dit is Lumeria met de Happiness Dialogen. We hebben het een beetje anders genoemd. En vanmiddag zit ik hier met Robert Boerman. Hallo jongen, wat fijn om jou weer te zien. Dag. En we gaan het vanmiddag hebben over Tartarië. En ik heb jouw documentaire gezien op YouTube. Die heb je in het Nederlands en in het Engels. En ik had jouw mooie boek besteld, maar die is helaas nog niet gekomen. Dus je kan gelukkig bij jou ook heel veel op Facebook en op jouw website kan je bekijken. En dan kan je in de... want dat moet ik wel even goed doen deze keer. Op de website van Want to Know Bookstore, daar kunnen ze al jouw boeken kopen, hè? Ja, ik heb het inmiddels veranderd. Dat ik dat ook, ja, Want to Know kan doen, kun je ook heen. Maar ik heb ook nu op de website een link gedaan naar Marlijn Boekhandel. Die Oh, regelt mooi. Het in vervolg, want anders is het... Het was een beetje vreemd vorige keer, hè? Laten we verder gaan. Ja, geweldig. Maar dat geeft ook aan hoe jij gewaardeerd wordt. En hoe het leeft onder de mensen. En we hebben heel veel mooie reacties hebben we gekregen. En we hopen ook dat dit mensen aanzet tot meer onderzoek, ook vrije energie. En, maar je hebt zoveel mooie onderwerpen. Je hebt gewoon wekenlang nodig om jouw website alleen al door te spitten. Ja. Ja. Tartarië gaan we het over hebben vanmiddag. Wat is dat eigenlijk, Tartarië? Kan je daar iets over... Je moet bedenken dat heel veel mensen die weten er al wat van, maar morgen komt mijn moeder en die weet er nog helemaal niks van. Wat is nou Tartarië? Ja, het ligt er hoe oud je moeder is. Want meestal weten de oudere mensen toch wel van... Goh, ja, daar heb ik ooit al eens een keer iets van gehoord. Dus, Ja, deze is 74 en ik zal haar morgen vragen, maar ik ja. denk niet dat dat in haar belevingsveld zit. Nee, Tartarië is eigenlijk een uit de geschiedenis geschreven rijk. Een verloren rijk, zeg maar. Het had... Alles wat kerk, kathedraal en moskee was, het was in feite niet als religieus bouwwerk bedoeld. Maar gewoon als een. Ik zeg het altijd zo, als een zendmast van een mobiele telefonie. Het ontvangt de signalen en het zendt de signalen weer uit, zeg maar. Dat doet het met de ether. Dus die gebouwen waren in feite zo gestructureerd dat ze gewoon die energie konden opvangen en naar iedereen verspreiden die het nodig heeft. Ja, Dus dat. en het orgel, dat speelde ook een hele grote rol, Robert. Ja, sowieso, sowieso. Nee, het is ongeveer tussen 1800 en 1850 is het hele Rijk op het laatste vernietigd. En over het vernietigen moet je in feite denken aan Argonten. En ik denk dat de meeste mensen de serie uit de jaren 80 nog wel kennen, de serie V. Nou ja, dat is in feite weer een serie volgens mij die zegt gewoon van baf, in your face, wat dan ook. Want die laat gewoon exact zien wat er komt. Er zijn bezoekers, wat ook visitors zijn die genoemd. En een aantal mensen die later in het verzet komen, ja, die hebben zoiets van, dat klopt iets niet. En om lang verhaal kort te maken, een van die verzetjongens die was aan boord geklommen bij die ruimteschepen. En die zag een gimmick, een vent en helemaal zo, even een levende rat opeten. Daar heb ik iets van, hè? Vreemd wel. En later kwam hij ermee in gevecht en trok hij zeg maar een stuk huid hier zo. Vanaf de onder zag je gewoon die schubben van dat reptielenhuid, wat dan ook. Nou ja, dat is in feite... de Argonten, zeg maar. Eigenlijk wel, ja. Dus de shapeshifters, de Argonten, die kunnen ze in feite ook van gedaante veranderen. Ja, dat hebben ze mij ooit in 96 al eens een keer verteld over shapeshifters. Toen zag ik zoiets van, weet je wel, hallo, koekoek. Het zal wel. Maar, maar die controleren in feite het hele spulletje hier zo. Ja. En die hebben ervoor gezorgd dat die prachtige gebouwen en die technieken en die helingsmethodes verdwenen zijn. Ja. Ik heb er in mijn boek ook over geschreven. Ik zal het boek even pakken. Misschien dat de mensen het nog niet kennen. Ja, want ik zou hem dus krijgen. Ik had hem besteld, maar hij is er helaas niet. Ja, prachtig. Ja, die heb ik besteld. Ja. Zijn met ik Tartaria. Ja, klopt. De documentaire op internet heet precies hetzelfde. Even op mijn YouTube-kanaal zoeken. Wat zei je nou net? Ja, af en toe ben ik de draad even kwijt, hoor. Geeft niks. Dus die Argonten, die hebben dus eigenlijk Tartarië vernield.
Ja. En we zitten dus nu in het feit dat wij moeten eten en drinken, want ik meende dat dat dan in die kathedralen, daar konden wij naartoe om geheeld te worden en ook gevoed te worden, hè? Ja, nou dat laatste is een beetje onduidelijk. Want dan heb je het over de Breatharians, die zeg maar letterlijk van de lucht leven. En ik heb het ook in mijn boek gezet van, het is mij niet duidelijk geworden van sinds wanneer dat we van de lucht leven en sinds dat we zijn gaan eten. Kijk, want de geschiedenis, die kun je op een hoop gooien, want daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Nee. Dus wanneer zijn we eigenlijk gaan eten? Ja, dat is een goede vraag. Want Ja. er zijn toiletten en keukens zijn er niet altijd gevonden in oude gebouwen. En deze gebouwen die werden ook op leilijnen gebouwd, hè? Ja. De energielijnen van de aarde. Ja, en ze staan allemaal verbonden met water. Denk maar aan die Star Force, die Sterfort, zeg maar. Dat is ook allemaal water. In Washington, het grote monument, die naald, zeg maar, die staat ook weer met water in verbinding. Dus ze hebben ze allemaal een aparte functie. Ja, we zijn laatst in Zaltbommel geweest voor een wandeling en dat is dus ook zo'n sterfort. En zo hebben we meerdere hier in Nederland. En die hebben, wat wij kennen van de geschiedenislessen natuurlijk, is dat het een verdedigingsmiddel is geweest. Maar dat is dus larikoek, dat is echt niet waar. Nee. Nee, want dat zou dan ook absurd zijn, want dat, als je strategisch gaat kijken naar zo'n sterfort, dan is dat helemaal niet handig dat er allemaal mooie vormen in zitten, want dat brengt alleen maar chaos in de verdediging. Ja, klopt. Goed, maar Tartaria, hoe kunnen we dat zien in ons dagelijks leven? Als ik nou bijvoorbeeld door Zaltbommel wandel, of ik wandel door Leeuwarden hier dichtbij, of ik ga naar Veenwoude, dat is een heel klein plekje, 2 kilometer hier verderop. Wat zou ik dan kunnen tegenkomen dat ik ga denken van hé, dat is uit de oude tijd, uit Tartarië vandaan. Welke kenmerken heeft zulke gebouwen? Ik ben bezig geweest met een stukje geschiedenis van Zutphen. En ik kwam toevallig iemand op het spoor die zegt van hij weet daar heel veel van. Nou, dat heb ik eens even gevraagd. Ik zeg, goh, hoe kan het dat die huizen daar zo en zo staan, wat dan ook? Nou, hij beweerde dus, ja, nee, maar dat komt van vroeger uit. Dus Zutphen lag wat laag. En op een gegeven moment hebben ze de grond opgehoogd om alles gelijkwaardig te maken. Bla, 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 heel verhaal. Oké, het zou dus mogelijk een verklaring kunnen zijn. Alleen, als je dus eigenlijk in steden gaat kijken, dan weet iedereen wel, dan zie je ramen, de ramen zo'n beetje half altijd in de grond staan. Nou, in Zutphen is dat precies hetzelfde geval. En dat was dus opgehoogd om het hoogteverschil te elimineren, zeg maar. Dan heb ik zoiets van, ja, het zou kunnen, maar het zou ook heel goed een moddervloed kunnen zijn. En wat heeft die mudvlot? Zo hebben we groepen op Facebook die mudvlot heten. En dat is dan een moddervloed. Wat heeft dat met Tartarië te maken? Nou, dat is uiteindelijk, dat was de laatste klap voor Tartarië. Dat was eigenlijk het definitieve einde. Ja. En wat mij ook opgevallen is met oude foto's, hè, dan heb je prachtige gebouwen, echt kathedralen, maar ook van die hele Victoriaanse prachtige huizen met ornamenten. En dan is er een paard met wagen die ervoor loopt, dat je denkt van, maar als je zulke mooie huizen kan bouwen, hoe kan het dan zijn dat je met paard en wagen daarvoor moet gaan? Ja. Dat past niet bij elkaar. Dus dat zijn hele bijzondere zaken. En er waren toen nog grotere mensen, hè, reuzen. Ja, metertje 5. Ja, Ja. kunnen we ons niet voorstellen, hè? Nee, ik heb één keer de man met de grootste voeten ter wereld heb ik ontmoet. Die was, ja, die zit hier in Duitsland over de grens. Een Nederlandse schoenmaker, die heeft dat lot van die mensen aangetrokken. En die maakte echt hele grote schoenen. Ik dacht dat deze had, geloof ik, een maatje 68. Maar dat Zo. zijn dus echt van die schuiten van, dan heb je zoiets van, wauw. Maar Ja. ja, dat was niet het enige. Maar die man, die had dus, die was 2 meter 35. Dan ben ik Oh. zelf bijna 2 meter. Dus, maar ik stond echt zoiets van, Ja. Jezus, Mina, echt gigantisch weer, hoor. Ik ben er nou even niet. Dus, maar die was echt 2 meter 35. Nou, ik voelde me echt een lilliputter, zo klein. Want Ja. ik ben altijd gewend om naar beneden te kijken waar mensen praten. Maar nou moest ik echt gewoon zo van 2 meter 35. Wauw! Ja, dan weet je even hoe wij ons voelen, hè? Ja, Als wij naar precies, jou precies. kijken. Ja. Ja.
Ja, bijzonder is dat. Ja, daar hebben echt hele grote mensen bestaan. Ik weet nog dat mijn vader altijd zei, die was de middelste van 14 kinderen. En hij zei altijd, hij kreeg altijd dikke pannenkoeken van zijn moeder. Er hoefde dus ook maar één te geven met al die 14 kinderen. Maar hij zei, ik kreeg altijd wat extra, want ik was aan het werk om een reus te worden. Ik wou een reus worden. Mijn vader had ook echt hele grote handen. En maat 46 voor schoenen, dus dat valt bij die maat nog wel mee. Maar ja, die reuzen hebben mij ook altijd geïnteresseerd. In de Bijbel staan ze ook. En waarom zouden ze niet bestaan? We hebben ook reuzenbomen gekend, we hebben reuzenhuizen. Ik bedoel, als wij naar huizen kijken, hoe kan je het herkennen als je hele grote deuren hebt, waar jij zelf eigenlijk al zo moet doen voor de deurknop en niet op jouw eigen niveau? Dan weet je al, die huizen zijn gebouwd voor grote mensen. Want de kamers zijn zo'n beetje meter of 4, 5 hoog gemiddeld. Echt hele hoge kamers, hoge ramen, hoge deuren. Alleen wat ik dan weer niet begrijp, is dat je gimmick heel veel van die huizen ziet. Dan heb je echt grote onderramen. En dan de bovenverdieping zijn weer kleinere ramen. Dat heb ik zoiets van, als ze dan een metertje of 4, 5 lang zijn, wat dan ook. Moeten ze dan zo op zo'n bovenverdieping lopen? Misschien woonden ze wel samen, die grote en die kleine mensen. Dus er was de eerste verdieping voor de grote mensen en de tweede voor de kleine. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Als je een klassenverschil zou kijken, dan zou dat dan voor de dienstmeiden en de knechten zijn. Maar het kan ook gewoon het verschil zijn tussen de grote en de kleine mensen. Ja, had ik niet aan gedacht. Ja, dat denk ik, dat ze gewoon wel in één huis konden wonen. Ja. Bijzonder, hè? Maar dat vind ik echt heel interessant. Als ik nu dus naar Leeuwarden ga, een paar maanden geleden zat ik daar op terras voor het oude gerechtsgebouw, het strafhof. En dan kijk je, en normaal kijk je gewoon, denk je, nou, gemoderniseerd plein. Maar dan kijk je nog eens goed. En dan zie je gewoon dat de gebouwen, dat niet klopt. En dan zie je inderdaad die kleine raampjes, alsof het gebouw nog veel groter zou zijn. Ja. En dat vind ik heel interessant, dat dat nu naar voren komt. En ook op Facebook hadden we ook groepen en ook met hele oude foto's, hoeveel er al mogelijk was in die tijd. Ja. Echt, de elektrische auto's, alles hadden ze al. Ja, klopt. Klopt. Wat wij ook zien is die prachtige gebouwen, die vinden wij zo mooi. En nu met een 3D-printer kunnen we wel heel veel dingen weer nabouwen. Maar hoe denk jij dat zij die prachtige gebouwen hebben gemaakt? Ja, goede vraag. Volgende. Nou ja, kijk, dat durf ik eigenlijk niet echt een goed antwoord op te geven. Dat antwoord moet ik een beetje schuldig blijven. Want ik heb in mijn boek heb ik ook opgenomen van internet een of andere screenshot. En dat gaat dan over die Indische jongen, geloof ik, weet ik voor wat. Maar die heeft er ook van die fase, zeg maar. Die zijn van die fase, leek het wel. Ja. Maar er waren wat van die fasen die waren afgebroken. En dan zag je duidelijk in het midden gewoon een ijzeren pen. En je zag verschillende lagen. Ja. En dan zou je denken van, als ik in Zutphen staan ook van die grote vazen op die pilaren. Denk ik, ja, dat ding is geen uit één stuk gehakt. Maar volgens mij zijn die vazen gewoon met verschillende lagen gegoten. Ja, we weten van Egypte dat dat met hele dat ze dat graniet gewoon gingen gieten, hè? Dat Ja. het gingen smelten en dan in mallen. En zo werden dan de piramides gebouwd. Van die hele grote lenzen hadden ze dan. De K19, 2019 film, die gaat daarover. En als je dan, wat ik ook wel gehoord heb, dat ze het met gedachtekracht en met 3D-printers, met frequentie doen. Hè, dat heb je ook uitgelegd in jouw filmpje, dat je veel met frequentie doet. Op het moment dat je met water en waterklanken, dan krijg je ook bepaalde geometrische vormen. Dus ja, het zou mij niet verbazen dat dat op die manier ook tot stand gekomen is. Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval dat plaatje gevonden wat ik bedoelde. Ik weet niet of Oh dat te ja. zien is zo. Oh, dat is heel groot, ja. Ja, zie je, daar zie je gewoon. Hier lijken de lagen allemaal in te zitten. Ja. Dat Bijzonder. is En waar is dat?
Praveen Mohan is dat op YouTube. Oké. Dus ja, doe maar. En die kerken, hè? Wij gaan nu naar de kerk toe. En ik ga niet meer naar de kerk toe. Maar als we naar. Ik ga wel eens naar de kerk. Ik ben laatst in Westminster Abbey geweest. En dan denk ik: jeetje, wat staat die hut vol. En maar ik heb geen foto's, anders zou ik wat share screenen. Want overal waren camera's. En we mochten absoluut niet fotograferen. We mochten ook niet stilstaan. Dat deed ik. En dan kreeg ik weer een reprimande van eigenlijk bijna schop onder de kont. Je moet doorlopen. Want we zijn hier nu niet om te kijken, maar om te rouwen voor de koningin. Dan denk ik: nou, die is al 4 jaar dood. Hou maar op. Ja, precies. En dan loop je door zo'n gebouw heen. En dan heb je als eerste natuurlijk waar je binnenkomt. Dat is aan de zijkant. Kom je binnen en dan daarboven is de Rose Window. En dan kom je binnen en eigenlijk zie je overal stukjes waar graven van mensen staan. En wat ik heel mooi vond aan de Westminster Abbey toen ik omhoog keek, was dat dat gewelf zo prachtig was. En daar kunnen ze natuurlijk niks neerzetten of daar kunnen ze ja, een elektriciteitsdraad neerhangen vanuit voor de lampen of voor een microfoon. Maar eigenlijk kunnen ze daar niks aan veranderen. En als je dat dan ook ziet met die bogen. Die Westminster Abbey is honderden jaren oud. En ze kunnen dat gebouw nu niet eens namaken. Dus dat is gewoon heel bijzonder om daarnaar te kijken. Ja, nee, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar het lijkt me, ik heb net even gekeken, maar het lijkt me fantastisch zo'n gebouw. Prachtig, prachtig. Ik heb een share screen. Dit is de. Eigenlijk de zijkant, hier kom je dan binnen bij de Westminster Abbey. Je ziet met de koninklijkheden die komen aan de voorkant binnen. Dit is de zijkant. En dan zie je hier ook in het midden, dit is zo ontzettend bewerkt. Dit is zo mooi. Dit is de Rose Window. En daar heb ik nog een afbeelding van, dat is deze. Dit is niet de Rose Window van de Westminster Abbey, maar dit is wel, je vindt ze overal wel. Ja. En dit is wel de Rose Window van de Westminster Abbey. En dan zie je ook dit, hè, deze ornamentjes ertussen vanuit het midden. En dan al die vormen. En jij kan vast wel vertellen wat die vormen dan hebben gedaan. Ja, ten eerste heeft er, zover ik weet, nooit geen glas in de kerk gezeten. En ten tweede, sta er niet raar, ik zeg niet dat het zo is, maar sta er niet vreemd van te kijken dat alle religies pas 200 jaar oud zijn. Dus, en even kijken, jouw vraag was. Nou, die Rose Window, Oh wat ja. voor functie die heeft? Zonder glas. Nou Want ja, dan glas kan ik hoort er niet misschien in, even inderdaad. kijken of ik dat scherm kan delen. Ja, wacht even, ik zet hem aan voor je. Ja, doe maar. Als het goed is, moet je dat nu kunnen doen. Deze, ja. Ja. Nou, eens even kijken. Dat was. Dit zijn dus zeg maar waterklankbeelden. En een aantal dan zou je kunnen zeggen: hé, dat lijkt precies een Rose Window. Maar dit is een bakje van. Even kijken. 30 hertz in een bakje van 50 mm. Oké. Dan heb ik dezelfde. Heb ik. Even kijken. Oh, dan moet ik even opletten wat ik allemaal doe. Dezelfde heb ik hier. Die kunnen we ook zien, of niet? Nee. Nee. Ja, ik moet even kijken hoe dat allemaal werkt, hoor. Ja Want, hoor. Leuk hè, die ach techniek jee. staat voor niks. Screen. Ja, moet je hem kunnen zien? Nee, Nog niet. nog niet. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Ja, nu. Hè? Dit is een mooi bloemetje. Ja, De maat. dat is mijn achtergrond. Ja, prachtig. Nou, weet ik het ook niet. Nou, in ieder geval, je hebt net die ene kunnen zien. Ik heb daar twee afbeeldingen van. Die staan ook in het boek. Ja. Kijk, als je naar een Rose Window kijkt, dan denk je van, ja, dit is een afbeelding of een mooi iets. Wat er, net als dat logo bij jou achter, zeg maar. Dus, ja, de Flower of Life, dat is wel mooi om te zien. Maar waar je in feite naar kijkt, is elektromagnetische informatie. Het is een informatieveld. Dus je denkt van ja, het is wel mooi, maar één frequentie kan ook meerdere vormen in zich hebben. Afhankelijk van hoeveel water je in zo'n bakje hebt. Dus die Rose Window, dat is in feite ja, elektromagnetische informatie.
Dus als ik het dan goed begrijp, als daar zo'n orgel in staat en er komen klanken doorheen, dan zal zo'n kathedraal, zo'n kerk fungeren als een klankschale, als een gitaar uiteindelijk, die Ja. ervoor zorgt dat er klanken uitkomen, waardoor mensen dus ook geheeld worden. Ja, dat klopt. Ik heb er nog een verhaaltje in mijn boek geschreven. Er was ook via Facebook was ook iemand die zei van, goh, mijn grootvader die is vroeger op het werk, dat was begin 1800, is, of mijn overgrootvader was dat, is die wat gewond geraakt op het werk. En die ging naar de kerk toe, wat dan ook, en het orgel speelde, wat dan ook. En die man die kwam genezen terug. Ja. Kijk, Ja. nou ja, afhankelijk van ja, hoe die ruimte gebouwd is natuurlijk, want ik geloof dat op het, hoe heet die man ook alweer, Meil, Constantin Meil, een Duitser, die heeft dus heel veel gebouwen uit de oudheid onderzocht met zijn boek Broadcasting of the Gods. En die zegt ook heel veel van die oude gebouwen, zeg maar, hebben allemaal een bepaalde frequentie in zich. En als je, ik dacht, de tempel van Isis in Egypte, dat is ook een bepaalde ruimte. En nog steeds, als daar mensen inkomen, die komen er weer beter uit. Dus Ja. dan, ja, het is gewoon zo. De Tempel van Isis staat op het eiland van Philae. Daar hebben ze weer opgebouwd. Want het Nassermeer hebben ze gemaakt voor de stuwdam. En toen hebben ze de Tempel van Isis verplaatst naar het eiland van Philae. Ja, en dat is fantastisch daar. Ik ben er 2 keer geweest. En die energie die daar heerst. Is heel bijzonder. En dat is wel meer in de tempels in Egypte. Iedere tempel voelt ook weer anders aan. En dan denk je eerst, nou, dat ligt aan mij, maar dat is echt niet zo. Iedere tempel heeft ook zijn eigen geschiedenis en is verbonden met eigen goden en godinnen. En die tempel van Isis, ja, daar voelde ik me wel heel happy. Ja. ja, was heel bijzonder. Ja, het Zomerpaleis had je dan. En dan daarachter had je dan de tempel op zich met de zuilen van Hathor, die de 7 maanden van de zwangerschap ook verbeelden. 7 maanden, want de eerste 2 maanden telden dan niet mee, want ja, je moest eerst maar zwanger blijven. En naarmate dat de zwangerschap van Isis dan ook vorderde, ging ze meer lachen. Want ja, dan had het kind veel meer kans op overleven. En ik geloof zeker dat dat ook allemaal met de frequenties te maken heeft gehad. Ja, En deze, ja. de wereld om ons heen bestaat uit niets anders dan frequenties. Klopt. En Peter en ik doen, Peter, mijn man en ik doen nu een cursus. En die man die zegt ook, alles is een, de hele wereld is een illusie. En het is zoals jij het maakt. En Ja. dat is ook zo. En wij kunnen de wereld gewoon heel mooi maken. Wat jij ook doet met die waterklanken, dat is ook mensen inzicht geven dat zij zelf de macht en de kracht hebben om hun frequentie zelf te verhogen. Want ook met de muziek, die is ook op een andere frequentie gezet. En als je die frequentie aanpast, dan kan je zelf een helend vermogen activeren. Ja, dat is ook een van de redenen dat ik op mijn YouTube-kanaal, ik heb ja, een beetje trance-achtige muziek gemaakt, maar die zijn allemaal op 432 Hz in plaats van 440 Hz. Want 400, als jij de hele dag naar muziek luistert van 440 Hz, dan ben je naar mijn idee gewoon ontstemd. En als je op Ja. 432 Hz zet, wat dan ook, dan ben je veel meer in verbinding met alles. Ja, en dan voel je je Ja. ontspannender, geaarder. En als je die frequentie afstemt, dat werkt absoluut. Ja. En dat is heel goed voor de mensen om daarmee bezig te zijn. Die geometrische vormen, die heb jij in de waterklanken er ook uitgehaald. En jij bent daarmee ook met graancirkels bezig geweest, hè? Want in de graancirkels komen die geometrische vormen ook weer naar voren toe. Klopt. Ik zal er even eentje bij pakken. Dan zet ik hem op het ding eens even kijken of het nou wel lukt. Ja. Nee, waarom kan ik nou niet? Ik had hem net, had ik hem wel, maar nu lukt het niet meer. Je moet hem eerst nog in klaar. Ja, nu wel. Ja. Nee, nou zie ik hem weer niet. Nee. Nu hebben ze allemaal. Zie je die? We hebben ze allemaal, Robert. Al jouw Oh. plaatjes. Nou, dan weet ik het ook niet meer hoor. De Georgia Guidestones zien we.
Nou, nee. Nou, ik moet jullie de plaatjes maar even schuldig blijven. Koop mijn boek. Ja, koop het boek. En op Facebook deel jij Staat ook er heel allemaal op, veel. ja. En op jouw website. En dan zien we dus ook geometrische vormen in de plaatjes. En als mensen, ik heb een paar waterkaarten even erbij gepakt. Dit zijn die van mij. En daar heb ik dan een energie bij gezet. Ik voel dan aan welke energie erbij moet. En dit is dan de maanenergie. Maar dit zijn die geometrische vormen. Die je dan ook wel in de graancirkels hebt. Zoals deze ook. Ja, precies, Deze zijn ja. kubus. En voor de rest zijn het allemaal flower of lives. Ja. En daarmee kan je dus als je ook iedere vorm, ook hier achter mij, iedere vorm. En dat heb je ook met je waterklanken. Daar heb je ook prachtige boeken van gemaakt. Het geeft een bepaalde frequentie, geeft het af. Ja. En daardoor doet het iets met jouw energie. En zal jouw lichaam daardoor ook herstellen. En daar mogen mensen nog veel, veel meer mee doen. Ja, even op dat wat jij zegt, frequenties lichaam herstellen. Even terugkomen op een gegeven moment de klokken die ze ten tijde van Tartaria gebruikt hebben. Want wat ik ervan begrepen heb, was Hitler was geloof ik de laatste die een beetje alle klokken een beetje geconfiskeerd heeft en vernietigd. En weet ik van wat hij ermee gedaan heeft. Maar ik heb een tijdje geleden een hele interessante Duitse documentaire gezien. En daarin werd ook gesteld van, als jij zeg maar in zo'n hele kerk hebt, of een kathedraal of een moskee, wat dan ook, die is al zo dusdanig eerst op de juiste plek gebouwd, met leilijnen en wateraders en alles wat erbij komt kijken. De tweede zijn ze van en mannelijk en vrouwelijke stenen gebouwd, dus dat je een plus en een min, yin en yang krijgt. Daarnaast is ook zeg maar de hele vorm, de hele structuur, zeg maar, de geometrie, de symmetrie, wat nog is van belang. Maar op een gegeven moment ook de klokken, want het klokkengeluid, daar had die documentaire toen over. Dat zorgde ervoor dat er in een straal van, ja, kijk, straal van 35 kilometer, dus rondom, dus zeg maar 70 kilometer diameter, zeg maar ziekteverwekkers zoals anthrax en herpesvirus, gewoon door het klokkengeluid gewoon vernietigd werden. Dus het klokkengeluid was een hele, hele belangrijke functie, zeg maar, ten tijde van Tartarië. Ja, en wat ik begrepen heb, waren dat die klokken ook in die, zoals de Arc de Triomphe in Parijs, dat daar die klok ook in hing. En dat dat hele grote magneten ook waren, hè? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ik Ja. heb daar ook wel over geschreven, dus. Ja, want er was bedoeld om op een gegeven moment ook complete legereenheden te transporteren. En ik zoiets van, ja, waarom heeft Tartaria een oorlog, wat dan ook? Want in feite was er vanaf het begin, wat ik ervan begrepen heb, is het vanuit Hyperborea, vanuit de Noordpool, zijn ze daar verdreven. Ook al mogelijk door die parasieten, zeg maar, de Argonten. En Ja. toen zijn ze over de hele wereld verspreid om hun kennis over geluid vrij te geven. Ja. Alleen dat is bij beetje is dat de kop in me gedrukt. Tot uiteindelijk 1850, zeg maar, met een moddervloed gewoon het hele spulletje letterlijk en figuurlijk onder de modder geschoven is. Ja, want ze ontdekken nu steeds meer wat er eigenlijk onder de grond nog ligt. Een heel mooi voorbeeld is Paaseiland. Die hoofden. Ja. Die hebben gewoon nog een heel lichaam. Maar zo is het ook bij ons gewoon hier in Nederland, in de buurt. Dat je, hoe dieper je komt, hoe meer je kan ontdekken. Ja. Klopt. Heb jij op Netflix, ik weet dat jij Netflix kijkt, want je had op Facebook, heb jij de serie 1899. Ja. Daar ben ik nu naar aan het kijken. Dat is echt een maffe serie, echt bijzonder. Ja. Ja, echt bijzonder. Welk deel zit je? Ik ben al niet zo ver. Ik heb seizoen 1. Ik denk dat ik bij het vierde deel ongeveer zit. Okay. Nou, het is absoluut, tenminste, ik vind ik zelf meer dan de moeite waard. Het is gemaakt, ik geloof door de maakster van Dark, dat is ook een Duitse serie. Nou, die heb ik ook een paar keer gekeken. Nou, volgens mij moet ik hem nog een keer kijken, want op het laatste kon er geen touw meer vastknopen. Precies, Maar hadden wij ook. deze 1890, dus op Netflix, 1899 invullen en kijken. Dus echt van, vooral het laatste, dat is gewoon echt gewoon mindblowing. En volgens mij weer gewoon bam, in your face. Want Dat. zij ontwaakt er uiteindelijk ergens. En ik ga niet vertellen waar. Maar dat is echt zoiets van. Hè? En dat is volgens mij ook wat er momenteel met ons aan de hand is. Dat wij dus ook ja,
ergens in de matrix liggen te slapen. En dat deze droom aan ons wordt voorgespiegeld. En van de week komt de film The Green Source op de televisie. En die hebben wij in 3D, hebben wij die toen gekocht. Dat heeft de zoon van David Bowie heeft die geregisseerd. En The Green Source is echt een hele bijzondere film. Moet je ook gaan kijken. Moet ik ook het eind niet van verklappen. Maar dat is bizar hoe dat gaat. En dat is eigenlijk ook het feit. Je kan je zoveel bedenken hoe de wereld eruit ziet. Maar we hebben er geen idee van. En op Netflix zijn op dit moment echt wel een paar hele bijzondere series te zien. Heb jij de serie Glitch ook gezien? Op Netflix? Ja, vast wel, maar dat is al een hele tijd geleden volgens mij. Nou, daar moest ik aan denken met die waterklanken van jou. Want wat gebeurt er op een gegeven moment? De serie begint en dan komen er allemaal mensen uit graven. En die zijn weer helemaal hersteld. Is Helemaal dat die hersteld. Australische serie? Ja. Ja. En dan gaat die zoektocht en gebeurt er van alles. Ze zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ja. En dat gaat dus ook over trilling. En eigenlijk in de loop van de serie wordt er inderdaad met die klanken. Dan gaan ze ook wat zout of wat zand op zo'n bord doen. En met die klanken, daarmee wekken ze die doden weer op. En zijn ze dan helemaal ook geheeld. Ja. Heel bijzonder. Ja. Echt heel bijzonder. Ja, klopt. Ja. Nee, ik weet wat je bedoelt. We sloegen op zo'n metalen platen. Zo hebben ze wat opgestrooid. En ik heb er ook al mee getest. Ja, ja. Is waanzinnig. En dat is leuk. En dat kunnen mensen thuis ook doen. Hè? Dat je Ja. met trilling en frequentie, dat je met zand en met water werd het allermooiste, dat je dan zelf die geometrische vormen kan maken. En het hoeft niet groot, hè? Want jij zei al, 5 centimeter, 10 centimeter, groter hoeft het ook niet, hè? Ja, ik heb zelf ik heb verschillende vormen, vanaf zeg maar zo'n kokertje van 3, 4, 30 centimeter tot nou, zeg maar zo'n schaal. Maar het mooiste is wel 70 millimeter, gewoon. Als je nou thuis wilt experimenteren met de waterklankbeelden, zou ik zeggen van zie even dat je gewoon een oude luidspreker op de kop tikt. En dan lijm er gewoon even zo'n einddopje van de regenpijp op, de 70 mm of zo. Nou, lijm die er even op. En dan doe je er een beetje water in, dan zet je een klein lampje boven en een fototoestel. En dan ga je gewoon kijken wat er gebeurt. Nou, ik weet zeker dat je echt zoiets hebt van, what the fuck, weet je wel. Ja. Echt, het blijft een zeldzaam fenomeen. En dan kan je ook zien dat wij echt heel veel ontleerd hebben. Hè? Dat wij zoveel vergeten hebben. Oh, je krijgt bezoek. Ja, sorry, ik moet er even tussenuit. Dat heb ik ook niet verwacht. Momentje hoor. Ja. We gaan nog even kijken of wij een share screen hebben. Die hebben wij niet. Dus je kan thuis lekker aan het experimenteren met deze energie. En de frequenties. En iedere frequentie zal dan ook een andere geometrische vorm geven. Sorry. Nee, geef niks erover. Dat is het leven, hè? Zo gaat het door. Het was de postbode en heeft pakken op de bank gezeten. Ik heb geen idee wat erin zit, maar goed. Oh, leuk. Heb je straks wat leuks? Ja, ja, als het voor mij is tenminste. Want er wordt hier nog eens verkeerd afgeleverd, hoor. Oh, jakkes. Ja. Ja, de bezorging is hier iets met peren, hoor. Dat is echt verschrikkelijk. Maar goed, dat heb ik van meer mensen gehoord. Maar daar hadden we het niet over. Nee, nee. Schijnbaar moet je dan toch die energie van dat pakje even aanraken en doorgeven. Ja, misschien ja. Ja, want alles is energie, hè? Ja. En dat voelen we ook. Vorige week kwam er een vriendin en ze zei... ik heb echt even geen tijd, zei ik tegen haar. En dan zei ze, doe maar even een knuffel. Ik zei, nee, want ik heb hele vervelende energie nu. En ik zei, die wil ik jou niet geven. Dus ik zei, je krijgt volgende keer een knuffel. En ze zei, ligt het echt niet aan mij? Ik zei, nee schat, ik wil jou de vervelende energie niet geven. Dus ik zei, ik hou van je, maar het kan even niet. Ja, precies. Ja, dat moet ook kunnen, hè? Dus knuffelen we later even. Frequenties zijn gewoon ontzettend belangrijk. Als we de huizen en de kathedralen van vroeger dan zien... dat kan jij dus thuis ook heel erg doen. Je hebt wel heel vaak dat je thuis... met bepaalde muziek wel of niet resoneert. En de oude meesters, die hebben natuurlijk ook al die composities gemaakt met een speciale frequentie, zoals Beethoven en Bach. En ik denk ook dat zij daar wel mee geëxperimenteerd hebben, zou het niet?
Ik weet er eigenlijk een beetje te weinig van, want ik heb verschillende basisfrequenties van die klassieke muziek voorbij zien komen. Dus ik kan niet precies zeggen van dat hebben ze toen altijd gebruikt. Nee. Dus ze zaten geloof ik op 428 en ik weet het niet precies, ergens ook ergens in die buurt, maar ik ben niet helemaal zeker van. Nou, we weten in ieder geval dat Tesla daar ontzettend veel mee gedaan heeft. Als die bestaan heeft. Als die bestaan heeft. Ja, want dat is wel leuk, hè? De persoon Tesla is gespeeld door vele personen, zegt men. Alleen als je dan een personage eraan geeft, dan wordt het tastbaar voor ons mensen. Dan kunnen we zeggen van, oh, dat is dat poppetje, dat is de Tesla en dat is die energie. We herkennen de afbeelding van Tesla, 369, de coils en alles. En dus dat kunnen we dan ook weer terugvinden. Maar net als Elon Musk, en ze hebben het ook over Trump, dat een persoontje heeft misschien wel is geboren, heeft een naam gekregen, maar dat het een groep van mensen is geweest. Ja, zou kunnen, ja. Ja, dat vind ik dan ook weer bijzonder. Daar vind je ook niks van, want we hebben een enorme censuur op de wereld. Ja, nogal, ja. Ja. Hey Robert, als wij Nog wel, nog nog wel. wel. Ja, komt verandering in, want Trump is alweer op Twitter. Oké. Okay. Ja, als je dat nog niet wist, Trump is weer op Twitter. Nou, hij doet zijn best maar, hoor. Hij doet zijn best maar. Ja, maar dat zijn wel vooruitzichten waardoor wij weten dat er iets aan de wereldorde gaat veranderen. Dat zijn gewoon kleine berichten en we moeten het niet snel verwachten. Alles gaat langzaam, maar alles komt op zijn tijd altijd goed. Ja. Ja, wat jij ook zei, de wereldreligies die hoeven maar 200 jaar oud misschien te zijn. Nou, we leven in een jaartelling van 2000 jaar geleden zou Jezus geboren zijn. Hoe verklaar je dat dan? Wat bedoel je? Nou, als jij zegt dat religies 200 jaar bestaan, hè? Dat vermoed ik, ja, dat vermoed ik. Ja. En hoe zit dat dan met de personage Jezus? Ja. Allemaal uit de dikke duim gezogen. Ja, ze hebben het over Jezus en dit en dat. Ik zeg niet dat hij niet bestaat, maar ik kan ook niet zeggen dat hij wel bestaan heeft. Ik ben er niet bij geweest. Dus het Nee. zou best kunnen, zoals de rest van onze geschiedenis, dat het gewoon compleet uit de duim gezogen is. En zeker de jaartelling, hè? Ja, want daar klopt sowieso helemaal geen drol van. Nee. Helemaal totaal niks. Nee, we hebben met Jan Rijkenboer hebben we ook over Tartaria gehad. En die liet ons dan ook die cijfers zien. Dat er een J voor staat in plaats van dat het niet 1668 is, maar 668 zagen we ook in Zaltbommel. Op een gegeven moment liep ik langs dat straatje en ik zei tegen de mensen om me heen: ik zei, kijk daar eens. Ik zei, dat is de J. En dan maak je mensen er ook bewust van. Je loopt er eigenlijk aan voorbij. Maar als je het goed bekijkt, dan zie je dus echt het verschil. Oh, je hebt ook een poesbeest. Ja, kom, doorlopen jij. Ja. En dat is wat we tastbaar ook kunnen zien in de straat waar we wonen, eventueel. Dat je naar de huizen gaat kijken. Klopt. Ik vond Maar. trouwens nog even een zeer interessante gravure van 1970, dat is dus 232 jaar geleden. En toen beschikte men reeds over elektriciteit. Ja. Dus wat nou, ze hebben de elektriciteit gevonden. Dat hadden ze al lang. Dat Maar houden ze ja, al lang, ja. wat jij, oh ja, wat jij nog ook even Tesla, wat jij zei. Ja, Tesla is vermoedelijk door één of andere acteur, zeg maar, nagespeeld. Maar wat heeft Tesla eigenlijk aan de wereld gegeven? Hij heeft heel veel patenten toch gegeven aan de Ja, wereld met maar. elektriciteit en vrije energie. Ja. Nou ja. Vrije energie, dat was die Wardenclyffe Tower, die grote toren, zeg maar, die zou in feite de aardse energie zou die op kunnen peppen. En dan zou die met die energie zou die gimmick, de elektriciteit kunnen verspreiden. De al eerder genoemde Constantin Meyer, die Duitse, die heeft toen een proef gedaan. Die stond hier binnen met zo'n scalarwave-apparaat. En die stond 6 meter verderop, stond, zeg maar, een bootje wat gewoon totaal draadloos rond bleef varen zonder elektriciteit aan boord. Dat gewoon puur door die scalarwaves. Alleen JP Morgan, die dat hele project van, ja, als dat tenminste waar is, die dat hele project van de Wardenclyffe Tower financierde, die zei zoiets van, die hoorden dus dat er in feite ook gratis elektriciteit verspreid zou worden, net als ten tijde van Tartarië. En toen had JP Morgan, ja, daar kunnen we geen meter op zetten, dus het hele ding werd afgebroken.
Maar dan zeg ik, wat heeft Tesla ons eigenlijk gegeven? Tesla heeft ons elektriciteit gegeven, waar we moeten betalen. En ik heb toen al eens, moet ik even kijken, wat was dat? Ik meen dat dat de vader van Tesla, geloof ik, een of ander priester of zoiets dergelijks was. En die was ook met het Vaticaan verbonden. En daar zouden dus ook meer geheimen van het hele Tartaria-gebeuren zijn opgeslagen. Dus dat hele Tesla-verhaal, wat dan ook. Ja, hij heeft ons dus iets gegeven waar we voor moeten betalen, terwijl het voor die tijd gratis was. Dus we hopen dat met de ommekeer waar de wereld in staat, dat straks die elektriciteit weer voor iedereen op te wekken is. En dat zit er echt wel aan te komen. Het is alleen, we moeten de tijd afwachten. En het is best wel gevaarlijk als je nu met dit soort dingen bezig bent, want dat wordt je niet in dank afgenomen. Nou, toen ik vroeger met het GEED-project bezig was, had ik een eigen bedrijfje. En dan werd ik wel eens gevraagd van, ben je wel eens bedreigd of wat ook, of wil Shell je wel doodschieten? Ik zei, nou, dan moeten ze dat maar doen, weet je wel. Dat zou mij een zorg wezen. Maar ik denk niet dat je het moet zien in, zeg maar, dat ze je omleggen, maar dat ze je energetisch te pakken nemen. En dan ben je gewoon echt de sjaak, hoor. Dat kan ik je vertellen, uit ervaring. Ja, dus we hopen dat er een tijd komt waarin we daarin ook weer vrij zijn. Dat wij in ieder geval, dat iedereen toegang heeft tot netbeds en vrije energie. En mijn Peter die zegt dan, goh, die elektriciteitspalen, daar kunnen wel van die Tesla-coils op. En dan heeft iedereen gewoon alles wat ze nodig zijn. Sterker nog, ik heb dat ook in mijn boek geschreven en ik heb dat al meer dan 30 jaar dat ik het vermoed dat, zeg maar, dat wij betalen voor elektriciteit terwijl die gratis opgewekt wordt. En ik heb er nu de laatste tijd steeds meer filmpjes of documentaires over die zeggen, ja, als jij kijkt, elke meter hoogte is 100 volt. De eerste meter valt wel mee, maar 2, 3, 4 meter heb je 400 volt. Dat heb ik hetzelfde als je de kerk in de Walburgerskerk in Zutphen hebt, die 76 meter hoog in de top. Als jij die zeg, helemaal compleet functionerende kerk hebt, dan heb je 7600 volt wat je gratis af kunt tappen. 7600 volt elke dag. Dus dat zeg maar die elektriciteitsmaatschappij, hoe hoog hangen die kabels? 30 meter? 40 meter? Heel 50? hoog. Ja. Nou, dat is zeg maar 5000 volt. Gratis. Puur door de hoogte en de lengte van die kabels. Dus hoe langer de kabel hebt, nou ja, hoe grotere golflengte. En daar vangen ze volgens mij de hele portal mee op. Dus ik heb zelf het idee dat elektriciteitsmaatschappijen ook geen gas, geen kolen of wat dan ook gebruiken. Ja, misschien voor de show of wat dan ook, Ja. maar ik twijfel eraan, hoor. Laat ik het zo heel voorzichtig zeggen. En hoe denk jij dan over die windturbines? Windturbines? Ja, die windmolens. Oh, die windmolens? Opruimen, weg met die zooi. Want dat heb ik toen ook al eens een artikel op de GEED-website geschreven, jaren geleden. Kijk, als je normaal gesproken van zee komt de wind aan en die komt over het land en die laat op de plekken waar het nodig is, valt de regen. Alleen als jij in Grimmelk voor de kust al een windmolen zet, die zorgt dat die laminaire stroming gaat wervelen. Dus het hele weer, dat hele windspul, dat wervelt en dat wervelt en het weer is gewoon 3 keer niks. Dus die dingen zijn er volgens mij heel bewust gewoon op bepaalde strategische plekken neergezet. Wat de energie en de frequentie van de aarde ook verandert. En inderdaad, het weer gewoon verandert. Ja. Ja, want ze kunnen blazen en ze kunnen ook de wind wegwaaien. Ik bedoel, als jij zelf een windmolentje hebt in je hand, dan weet je ook dat je zelf dat kan reguleren, hoe hard die bijvoorbeeld ook waait. En ze moeten eerst met elektriciteit worden aangezet. Dus het klopt gewoon niet wat ze ons allemaal vertellen. En als wij nu over de afsluitdijk gaan ook, het is echt gigantische vervuiling. En Ja. ook voor de waterdieren, voor de vogels, het wordt allemaal kapot gemaakt. Maar ja, dat is ook weer heel bewust natuurlijk. Kijk, maar als jij een gegeven moment naar die argonten gaat bekijken. Ja, je hebt dus zeg maar shapeshifters die van mens naar reptiel en van reptiel naar mens gaan. Nou, ik heb toen zeggen, in 96 heb ik ook bijna iemand staan uitstaan lachen. Ik denk, ja, kerel, joh, je spoort gewoon niet mee, want dat kan gewoon niet. En toen ben ik later ben ik die boeken van David Icke gaan lezen. Ik denk, ja, potverdikkie, zou die kerel dan toch gelijk hebben. Maar je hebt ook nog feiten, de argonten, en dat zijn in feite wezens, ja, die kunnen wij met ons beperkte zicht van 0,005%, zeg maar 0,005%, wat wij pas kunnen zien, kunnen wij hun niet zien.
Ja, die Argonten hebben er gewoon alle belang bij om zoveel mogelijk verdriet, ellende en trammeland en angst en oorlog te doen. Want van die lage frequentie, van die lage energie, daar leven ze van. Het zijn in feite energievampiers. Ja, dat is de juiste benaming. Ja. En je ziet ze niet en ze kunnen gewoon iemand overnemen. En dat is heel eng. Heb jij enige tips hoe je je daartegen kan beschermen? Nee. Nee. Ja. Salie, geloof ik. Als je met salie je huis reinigt, dat zou er kunnen helpen. En ik heb Ja. ook van die salie spray wat en ook. Dan zou je ook je aura wat mee kunnen nevelen. Maar voor de rest weet ik het zo niet. Ja, ik maak van die salie en witte salie en cederspray. Ik vind ceder eigenlijk ook de etherische olie van dit moment heel erg belangrijk. En dan proberen we inderdaad de energie ook te reinigen. En met zo'n salie smudge kan Ja. je inderdaad ook even die energie reinigen. En je kan met stenen kan je ook je energie beschermen. En let er gewoon op. Als mensen. En daar hebben we natuurlijk de NPC's zijn daar berucht om, de non-player characters, hè, mensen die heel goed behandelingen hebben genomen. Die worden eigenlijk heel direct op het AI-netwerk aangesloten en goed aangestuurd. Voor de Argonten zijn dat de beste kandidaten, maar ook onder de mensen die informatie geven. Dat kunnen journalisten zijn, kan iedereen zijn. Die ook bevangen zijn door argonten en veel angst aanjagen. Dus let er ook op wie je volgt en wie heel veel angst verspreidt. Want dat soort mensen kunnen best wel een of meerdere argonten bij zich hebben, die dan die angsten ook willen verspreiden, zodat Ja. jullie bang worden. En dat willen we helemaal niet. Ja. Want als wij kunnen, en dat kan je ook heel mooi verwoorden, Robert. Wij kunnen met onze energie de energie hoog houden. En door de klanken, de muziek en ook door de vormen kunnen wij onze energie en ons huis, onze omgeving kunnen wij beschermen en in trilling omhoog brengen. En Ja. dat is belangrijk. Nou ja. Dan heb je het in feite weer over de kerken, kathedralen en moskeeën van tijden van Tartarië. Die hadden gewoon alles in zich. Ja. Dus voel je op geen moment, kan je ook even naar zo'n kerk toe gaan. Dat je gewoon daar gaat zitten en die energie in je opneemt. Ondanks dat er ramen in zitten, kan dat nog steeds. Want die kerken die zijn op leilijnen gebouwd en er zijn heel veel kerken wel toegankelijk. Dus als je in Drenthe bent, kan je ook naar de Hunebergen gaan. Dan kan je daar even opladen. Daar weet Apisa weer heel veel van. En misschien jij ook wel met de Hunebergen. Ik ben er toen wel eens mee bezig. Ik heb er ook wel ergens een serie foto's van liggen. Het enige wat ik vermoed, dat die Hunebedden een dry cell battery waren. Ja. Dat het zeg maar een soort accu's waren. Maar Ja. voor de rest durf ik. Graven absoluut niet. Absoluut niet. Maar voor de rest durf ik te weinig over te zeggen. Nou, we hebben van het zomer hebben we met Art Pisa zo'n excursie gedaan en hij vertelt er ook prachtig over. Ik hoop dat met Art Pisa, die was nu aan het verhuizen, dus misschien volgend jaar dus even een leuk gesprek hebben. En dan wil ik hem ook vragen over de bomen. Want er zijn, en dat is wel die 200 jaar waar jij het ook over hebt. Er zijn heel veel bomen zijn er verdwenen. Hij liet ook foto's zien van de Hunebergen waar echt gewoon geen boom te bekennen was. Dus waar zijn al die bomen gebleven? Zijn ze dan gekapt om meubels van te maken? Of zijn ze gekapt voor warmte of voor energie? Waar zijn die bomen gebleven? En nu zijn er wel weer heel veel bomen terug. Ja, want hier en daar zie je nog wel eens een keer een boom van 200 jaar of wat dan ook. Maar echt die hele oude bomen van een paar honderd jaar oud. Ja, alles van voor van 200 jaar geleden is eigenlijk allemaal weg. Maar waar zijn ze gebleven? Ik heb geen idee. Ik heb Nee, geen dus. idee. Want dat zie je ook op. Ik heb een hele hoop ook wat foto's opgenomen, wat copyrightvrije foto's in mijn boek. Daar zie je ook geen allemaal lege straten, wat dan ook. Maar buiten die lege straten, waar geen mens te bekennen is, zie je dus ook allemaal hele kleine jonge boompjes. Alsof het net aangeplant is. Ja. Dan heb ik zoiets van, waar zijn al die grote bomen? Ik weet dat er hier in Zutphen, op de Knolsdijk, staat nog een hele grote oude eik. Ik geloof dat die iets van 200 jaar oud is, wat ook ergens in die buurt. Maar echt oudere bomen, volgens mij zijn die er amper hoor. Ik Ja, heb die sequoia is misschien in Amerika van ik weet niet hoe oud. Maar voor de en rest, olijfbomen. ja, ze zijn er gewoon niet.
Nee, we hebben op Tenerife en op Madeira zijn we een paar olijfbomen waarvan ze zeiden dat die heel oud waren, drakenbloedbomen, ook hele oude drakenbloedbomen. En in Noorwegen, in ieder geval, er was ook een park en daar had je ook een aantal bomen van een paar honderd jaar oud. Maar ja, dat is overlevering. Ik ga ervan uit dat die olijfbomen echt wel heel oud waren, maar dat dat ook hele sterke bomen zijn. Ik heb hier olijfbomen, vind ik gewoon hele mooie energie hebben. Ik eet geen olijven, maar ik vind die olijfbomen gewoon een hele mooie energie hebben. Dus we hebben hier van die oude wijntonnen en daar hebben we elk in de helft van zo'n ton hebben we een prachtige olijfboom. Maar het was zo droog afgelopen zomer. Dus ik ging ze water geven. Wat denk je? Die ging bijna dood, hè? Want die kunnen dus eigenlijk tegen heel veel armoede. Dus ze overleven eigenlijk alles. Dus dat zijn wel de bomen die kunnen overleven. Maar hier in Nederland ook zie je weinig hele oude bomen. Ja, die zijn er bijna niet. En mensen zijn, die willen graag weten in de toekomst wat er allemaal gebeurd is. Maar het beste wat ze kunnen zien is wat er in de geschiedenis gebeurd is, zodat we in de toekomst ook gaan kijken hoe we dat kunnen voorkomen dat het ons weer wordt afgepakt. Wat bedoel je? Nou, al die energie, al die mooie gebouwen, al die kracht, hè? Dat we dat weer terugkrijgen, dat wanneer wij in een kerk zitten, wij ook geheeld worden en dat dat niet voor de preek bedoeld is die ons angst aanjaagt, maar dat het een heilige dienst is om ons lichaam en onze ziel weer te voeden. Ja, klopt. Ja, voor mij mag het hoor. Ja, voor mij ook. Ja. Maar we moeten het gewoon afwachten wanneer de zaken op de kop gaan. De berichten die we allemaal zien zijn ontzettend goed. Alleen weten we het niet, totdat het moment daar is. Nou, voor mij mag het gisteren gebeuren, hoor. Ja, snap Dat ik. is, ja. Ja, maar je bent mooi aan het tekenen. De tekeningen achter jou heb je er net even laten zien hoe prachtig jij dat doet. Dat vind ik echt knap. Ja. Ach ja. Ja, doe maar. Ik moest wat te doen hebben. Ja, maar dat werd ook meditatief, hè? Dat werd helend. Ja. Ja, heel belangrijk. Heb je verder nog iets wat je graag kwijt wilt vandaag? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Oh ja, ik heb Pak misschien nog een leuke. Ik heb hier ook in mijn boek over de schoorsteen geschreven. De dat is. schoorsteen, want ten tijde van Tartarië waren, zeg maar, moet ik even kijken of ik dat zo gauw kan vinden, dat plaatje. Ik pak het lekker bij het boek erbij. De schoorsteen. Daar, ik heb hem hier staan. Voor mijn. Want dat zijn van die Andreno, ik weet niet precies hoe die dingen heten. Die stonden vroeger voor de open haard van Tartarië, stonden ze allemaal. Oké. En nou moet ik even Dat was niet kijken. voor Sinterklaas om daar pakjes door te doen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Sinterklaas had helemaal niks mee te maken. Nee, want. En dan kan ik natuurlijk het plaatje weer niet vinden. Het screen delen lukt al niet. Dit lukt al niet. Nou ja. Waar heb ik dat nou gelaten? Ik had wel een kerk met een soort ronde toren gevonden. Daar had je het ook over in jouw. Even kijken hoor, dat was dit. Nou, het gaat er eigenlijk om dat er in feite met een puntje en dan een bolletje en dan nog een bolletje en dan een standaardje, zeg maar, zo'n soort ornamentje was dat. Ja. Die stonden altijd in tweeën voor een open haard. En open Oké. haarden waren niet gebruikt om hout of kolen of wat dan ook in te stoken. Nee. Maar die dingen, ik ben even de naam van kwijt, die waren met een rebar, hoe zeg je dat in Nederlands? Een verbinding, zeg maar. Dat door de schoorsteen heen liep en dan waarschijnlijk op antennetje op, zeg maar, op het dak. Want wat ik ervan begrepen heb, waren het in feite een soort elektrische stofzuigers. Als het warm was in huis, dan kregen ze het koud. En andersom ook. Maar een ander verhaal was, die schoorsteen, dat men daardoor kon teleporteren. Net als in Harry Potter. Nou ja, dat heb ik. Ik heb nu ook een aantal sprookjes beschreven Mooi. over de schoorsteen. Van nou, gewoon eens kijken van ja, zou die sprookjes op waarheid berusten?
Dat is een grimmige sprookje van een klein duimpje in de 7 mijlslaarzen. Ja, dat is een sprookje, bla bla. Ja, oké. Maar is dat wel werkelijk een sprookje of is dat ooit een keer waar gebeurd? Ja, dat zijn interessante dingen. En ik kan me ook voorstellen, hè, want die koperen, want het werd dan met koper opgevangen, hè, met de kerken zien we ook die koperen haan en Ja, die schepen. haan is pas van later volgens mij hoor. Ja, maar dat koper was bedoeld om de energie op te vangen. En zou dat dan ook niet zo met die schoorstenen zijn? Dat weet ik zo niet. Dat weet ik zo niet. Maar dat Ja, is best wel heel interessant. ja. Maar daar, kijk, wat ik ook zover tenminste allemaal klopt, dat zeg maar onder de Arc de Triomphe, zeg maar, die soorten, die magneten zeg maar, die er stonden, dat je daar leren eenheden kon transporteren, zeg maar. Ja, dan heb je in feite hetzelfde als zeg maar, de schoorsteen in de huizen. Ja. En ik sta er ook niet raar van te kijken dat je zeg maar, bijvoorbeeld hier, nou ja, pak eens in Doesburg een kerk. En als die tenminste helemaal in functie is, zeg maar, die kerk, dat je daar op een bepaalde plek gaat staan met een bepaald geluid, wat je in één keer zegt van plop, en ik sta nu in Amsterdam in de kerk. Dat je echt zelf ook kunt teleporteren. En volgens mij, die Ik denk kennis dat we is dat gewoon ook weer aanwezig. terugkrijgen. Ja. Ja, zeker. Want dat wordt in series wordt dat ook wel genoemd en gedaan. Niet alleen in Harry Potter, maar en ook in Star Trek wordt het gedaan. Maar dat gaat allemaal met frequentie en met licht. Ja. Ja, want ik heb. Het staat in het boek ook volgens mij met het klokkengeluid. Dat was ook dat. Ja, ik heb het alweer een tijdje geleden dat ik het geschreven heb hoor. Ik weet het al niet meer. Dat er ook lokaal, bepaalde lokale portalen kwamen waar ze doorheen konden reizen, zeg maar. Het klokkengeluid. Ja, en dan merk je hoeveel wij verloren hebben aan kennis Oh. en aan mogelijkheden. We echt peanuts wat we nu hebben. We worden er steeds dommer op. Ja, absoluut, absoluut. Of misschien Ja. beter gezegd, we worden steeds dommer gemaakt. We worden steeds dommer gemaakt door Want, programmering. ja, Ja. ik had een vriend van me, die sprak een paar jaar geleden. Hij had een dochter op school zitten. Nou, en voordat het examen kwam, werden de antwoorden van het examen al doorgenomen. Ik zeg, pardon? Ja, zegt hij, want anders is het slagingspercentage op de school te klein. Ja, daar heb ik zoiets van. En dan moet ik nog kijken wat ze leren. Ze leren totaal helemaal 3 keer niks. Dus ja, qua kennis, we worden echt gewoon al 100 jaar gewoon dom gehouden. Gewoon zo dom als wat. Absoluut, absoluut. Ja. En 95% van de massa die slikt het en die gaat er gewoon mee door. Ja hoor, dat maakt hem. Ik bedoel, kijk maar hoeveel mensen die behandelingen allemaal nemen. Ik had op Facebook had ik ook een reactie van iemand en had ik een stuk over geschreven dat ze, wij als vloggers niet de verantwoordelijkheid dragen voor de beslissingen die jij neemt. He, wij kunnen adviezen geven van he, maak een voorraad. En ik had iemand die had diesel ingekocht en nou ja, die had eigenlijk zoiets van, nou ja, er is nu nog diesel te krijgen en het is goedkoper dan toen jullie zeiden dat we het moesten inkopen. Nou ja, daar ben je zelf wel baas van. Dus daar had ik een heel stuk over geschreven. En er was dus één iemand die zei, ja, maar je gaat toch ook niet onderzoeken wat er in een paracetamolletje zit. Dan denk ik, dat moet je dus wel doen. Ja, je kan toch in de supermarkt ook niet lopen en alles onderzoeken? En waarom niet? Want dat is toch heel belangrijk voor je. Je gaat toch niet zomaar wat kopen? Ja, blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Nou, en dat is het gros van de mensen. Dus wij hebben nog heel veel goed werk te doen. Er zijn al heel veel mensen wakker. En Nou, de rest nog. nou de rest nog. Ja, Karel Tiemen vertelde dat ook zo mooi. Karel doet met de Aquapiek Water heel Ja. mooie dingen. En die vertelde ook over zaal. Zorg, aandacht en liefde. Als je dat aan je eten, aan gesprekken, aan alles geeft. Dat is het allerbelangrijkste. Zorg, aandacht en liefde. En dat betekent ook dat wanneer je een paracetamol nodig bent, je eerst ook gaat kijken, goh, waar komt die hoofdpijn vandaan? Of de pijn vandaan? Wat wil mijn lichaam aan mij vertellen? Moet ik het misschien rustiger aandoen? Of had ik misschien iets niet moeten doen? Of wat dan ook. Dat je niet klakkeloos maar de dingen doet, maar dat je met zorg, aandacht en liefde ook voor jezelf gaat kijken wat goed voor je is. Klopt. Dus, nou dat. Nou, een koperen beker bijvoorbeeld. Zorg, aandacht en liefde. Ja, Ja. drink altijd uit koper. Ja. Maar alleen water kan, hè? Of drink jij ook andere vloeistoffen uit het koper? Alleen water. Alleen maar water. Ja.
Ja, wij hebben ook koperen bekers. Ja, het smaakt een beetje, het proeft een beetje metalig. Dus ik drink het niet de hele dag uit. Ik heb ook, ergens had ik een glas water, maar volgens mij heb ik die laten liggen. Laten staan ergens. Maar dat is wel dat je heel bewust bent wat je doet. Dat is belangrijk. Ja, En klopt. dat als je wat doet, dat je het met plezier doet. Ja, en hij wat doet, moet je het of goed doen of niet. Of niet? Nou, dat vind ik ook. Absoluut. Hey Robert, hartstikke mooi. Ik ga mensen even in de link ook jouw prachtige video doen en de link naar de boekwinkel toe, zodat ze daar jouw Cymatic Tartaria en alle andere boeken van jou kunnen kopen, want dat zijn echt super Sinterklaas of kerstcadeautjes. Maar ook gewoon als je eens een keer wat bijzonders wilt geven. Want je kan wel altijd een boeket bloemen kopen, maar een boek van Robert Boerman, dat blijft. En een bloemetje is ook Dankjewel. altijd leuk. Ja, zeker, zeker. Je bent heel bescheiden, maar tjonge, jonge, jonge, wat heb jij veel gedaan? Ja, nou ja, ik rolde altijd van het een in het ander. Ja, nou, ik kan er ook niks aan doen. Nee, maar geniet daar ook van. Hè? Wees je er bewust van wat voor een belangrijke onderzoeken jij allemaal gedaan hebt. Ja, nou ja, ik ben eigenlijk maar een hele gewone jongen. En ja, voor mij is dat, nou ja, je doet dat gewoon. Je hebt een onderwerp zelf. Dus een paar jaar geleden kwam ik naar Tartaria en Motschot kwam ik dan tegen. Ik heb zoiets van, nou, wat is dat dan weer? En dan ga je van het een in het ander in het ander. Nou, ik heb 2 jaar geleden die documentaire gemaakt. Die zou ik toen eerst in wat bioscopen gaan vertonen. Maar ja, met dat hele corona-bullshit verhaal heb ik ze maar op YouTube gezet. Die is geloof ik al in 2 talen meer dan 100.000 keer bekeken. En ja, nou ja, dan heb ik er maar eens een boek van gemaakt. Ja, dat kan ik gewoon goed. Dus ja, voor mij is dat niks bijzonders. Nee, prachtig. Maar jij bent een heel bijzonder mens en ik ben blij dat we weer een prachtig gesprek hebben kunnen hebben. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ik hoop dat het je ook heel veel energie heeft gegeven. En neemt natuurlijk ook altijd wat energie, maar mensen gaan hier echt ontzettend blij mee zijn. Nou, Dank je wel. dat is te hopen, want ik heb altijd gezegd, kijk. Al zou ik maar één boek verkopen waar iemand echt zoiets van: wauw, dat was een te gek boek. Dan is het voor mij oké. Okay. Nou, ik kreeg dus nu, want ik had jouw Cymatic Tartaria boek besteld. Maar ik dacht, oh, dan ga ik me helemaal verdiepen, helemaal lezen, helemaal. Oh. En, want ik had het guidebook, had ik natuurlijk al. Eigenlijk beter, maar dat is zo eenvoudig, dat kan ik zelfs ook nog begrijpen. En dus ik dacht, dat Cymatic Tartaria boek, en het kwam er niet, en het kwam er niet. En toen kwam van de week, begin van de week, kwam het tweede guideboek. Ik dacht, oké. Okay. En toen heb ik gemaild van, nou, doe mij de rekening maar, want dat guideboek is veel duurder dan het Tartaria-boek. En ik dacht, oh, dat ga ik aan iemand geven. Ik heb iemand in mijn hoofd, die wil ook met die energie bezig, met die vrije energie. Oh, ik dacht, dat is prachtig. En dus, ik had ook zoiets van, dat ga ik niet terugsturen, want dat is niet voor niks op mijn pad gekomen. En dan ben ik gewoon zo blij als ik jouw boek, als je dat in de handen krijgt, daar word je gewoon blij van. Echt Nou, waar. en dat is ook de bedoeling. Ja. Want ik van ja, ik heb dan heel veel boeken al opgemaakt voor vrienden en kennissen, wat dan ook. Maar een boek zoals dit ook, het moet kloppen. De letters, het moet gewoon dat je zegt van, oh wauw, wat een fijn boek. Gewoon als je het vasthoudt, gewoon. Ja, dat, Het als je moet de kloppen. ruiters vasthoudt, ja. Ja. Ja, Ja, nou, ja. en daar ben ik volgens mij wel alweer in geslaagd. Dus, en ik weet dat is een van de dingen, ja, als ik zo mag uitdrukken, ja, dat kan ik gewoon goed en dat vind ik ook leuk om te doen. Dus Prachtig. ja. Ja, Ja, en heerlijk. voor mijn boeken, wat jij zegt, je kunt bij want2know.nl kun je even op zoeken op boerman.nl of wel op Boerman en dan komen mijn boeken wel. Via mijn website word je doorgelinkt naar, er staan alle informatie in de boeken, word je doorgelinkt naar mijn boekhandel Marlijn. Die regelt al de boel, dus ik zou zeggen, veel plezier ermee. Ja, ik ga de linken er allemaal bij zetten en dan gaan mensen die energie van jou prachtig bestellen. En daar gaan ze van genieten. Ja. Dank je Ja, dan wel. kunnen we misschien de volgende keer even over Giet praten. Ja, zeker, Want dat zeker. boek heb je wel. Ja, zeker. Gaan we doen. Is goed. Hartstikke mooi. Dank je wel, Robert. Oké. Doei, doei. Doei.